Tijdens kookles hier op Welkreis Sloten is een juffrouw vergiftigd. Wat weet jij van wat er is gebeurd? Niet zoveel, maar ik weet wel dat ze het expres deden. Hoi, ik ben Jeroen en ik ben vandaag bij het Welland College Sloten hier in Amsterdam, want hier schijnt een docent vergiftigd te zijn. En iedereen gaat nu een beetje schreeuwen, heb ik het idee. Wat is er precies aan de hand? Wat is er gebeurd? Tijdens kookles hier op Welland College Sloten is een juffrouw vergiftigd. Met wat? Met bleekmiddel of afwasmiddel. Wat weet jij van wat hier is gebeurd? Niks, alleen dat er volgens mij was zeep of zo in die drink gedaan. De rest weet ik niet. Ja. En ken jij de docent waarbij het is gebeurd? Ja. Wie is dat dan? Een docent. En om welke docent gaat het? Het gaat om mevrouw. Wat voor vrouw is dit? Het is een hele lieve mevrouw die hier vaak les geeft. Ja? Maar wat bezielt iemand dan om dit te doen? Nou, gek in zijn hoofd. Dat doe je niet zomaar. Maar wie heeft dit gedaan? Ik vind dat niet van belang nu. Want, misschien... Je weet het wel? Ik weet het wel, ja. Weet je wie het heeft gedaan? Nee, natuurlijk niet. Als ik ineens weet dat het is gebeurd, dan moet ik weten wie het heeft gedaan. Ja, ik weet het niet. Ik moet de vraag stellen. Wat vind je hiervan? Niet goed. Nee. Maar wie heeft dit nou gedaan dan? Ik weet het niet. Nee? Ik weet het wel. Oh, jij weet het wel? Wie heeft het gedaan? Nee, wie de dader is. Oh nee, ze zeggen van zo'n meisje uit de derde of zo. Een meisje uit de derde? Dat zeggen ze, ja. Ik heb wel gehoord dat ze nog niet terug is, dat ze nog aan het herstellen is van alles. Ik hoorde dat ze naar het ziekenhuis of zo is gegaan, ik weet niet. Dat is heftig. Dat is heel heftig, ja. Waarom is dit gebeurd? Waarom in godsnaam doe je bleekmiddel in iemands drankje? Het kan door irritatie komen, het kan door meerdere dingen komen. Maar wat denk je? Wat hoor je? Je luistert naar de geruchten in de wandelgangen hier op zijn school. Wat is dan het verhaal? Wat is er gebeurd? Ik denk door irritatie. Maar irritatie om wat? Hoe geïrriteerd ben je dat je dit doet? Om nablijven. Het kan van alles zijn, meneer. Nablijven. Gebeurt dat vaker hier op school? Nee. Wat weet jij van wat er is gebeurd? Niet zoveel, maar ik weet wel dat ze het expres deden. Ja, dat snap ik. Weet je wie het heeft gedaan? Nee. Ik had het pas vandaag gezien op het nieuws. Je wist het zelf eigenlijk niet? Nee, ik heb het pas vandaag gezien. Dat is wel gek eigenlijk. Ja. De school heeft jullie niet geïnformeerd toen het gebeurde? Ze zeggen bijna niks. Lekker dan, de school een beetje negatief in het nieuws wel. Ja, komt wel vaker. Ja? Wat voor school is het? Ja, ik kan er niet veel voor zeggen, toch? Zwijgrecht. Zwijgrecht? Ja. Ja. Nou, heb je nog wat te zeggen tegen... Veel sterkte, beterschap. Oké. Dankjewel, man.